Welkom op de YouTube-pagina van Kink. Hier vind je sowieso de beste live-optredens met in dit geval Maarten de Volderen. Je kent hem van Balthazar. Nu heeft hij een draaiorgel bij zich en is hij als Warhouse hier te gast. Dit is Kink. Kink in touch. Jasper Leidens. No alternative. Kink. Circa Waves, T-shirt weather. Nou, dit is gewoon weer voor toch wel een open bloesje, Maarten. Klopt. Die van mij is nog niet ver open genoeg, denk ik. Je moet gewoon ook nog net één. Maar jij bent iets gebruinder. Ik ben totaal niet bruin. Ik ben eerder van het rosse type die niet bruint. Maar ik ben heel blij om dit voor de eerste keer in mijn leven te horen. Ja, je ziet er goed uit, denk ik. Dank u. Ja, zeker wel. Vanavond in de studio Maarten van Warhouse. Goed je vanavond te zien, Maarten. Insgelijks, heel blij hier te zijn. De laatste keer dat we elkaar zagen was heel vluchtig eventjes op Lowlands. Was volgens mij na de laatste Nederlandse Balthazar-show. Ja. Ja. En hoe blij was je dat je nu gewoon verder kon met je eigen project, Warhouse? Ja, het is tof, hè. Ik ben 2 platen gedaan met Balthazar. Dus het is wel even geleden dat ik Warhouse gedaan heb. Dus het was heel tof om het te reanimeren en terug te binnen repeteren en alles en nog. Ja, het is wel echt, ik heb het wel gemist. En voelt dat ook zo, dat je het hebt moeten reanimeren, ja? Want Warhouse zit altijd in jou. Ja, absoluut. Maar natuurlijk die oude nummers. En ik heb ook de band is wat veranderd, de live band is nog wat uitgebreider. Dus het komt toch veel bij kijken. Zeker de nieuwe plaat is heel orkestraal, heel, met veel grandeur en zo. En we zijn met 5 op podium. Maar ik heb 2 echt heel straffe multi-instrumentalisten. Maar die moeten van alles loopen en doen. En om eigenlijk zo wat die wall of sound te creëren. Dus het is geen kattenpis, zeggen we in België. Nee, want dat was van de eerste moment dat ik het nieuwe Warhouse materiaal hoorde. Dat ik dacht, wat heeft hij zichzelf op de hals gehaald? Joh? Ja. Want het is live ultiem lastig, denk ik. Ja, klopt. En zeker als je... hoe dat ik de plaat gemaakt heb, dat was in een hotelkamer in Palermo, dat ik mijn demos maakte en ik alle nummers geschreven heb. En dan kom ik terug in België en ik dacht van ja, oké, we gaan hier nu nog wat gitaar en een basje en een drum wat goed opnemen of zo. Ik had toen echt nog geen idee dat we daar zo'n orkest en al ging bij halen. Ja. Wat ik vind het wel super fijn, dat contrast of zo tussen de grandeur en dan eigenlijk die demo vocal take dat we gehouden hebben van die hotelkamer. Dat is de toffe, ja. Het mooie is dat het vanavond echt weer terug naar de basis gaat. Wat heb je in godsnaam meegenomen? Ik heb iets speciaals verzorgd. Ik kon natuurlijk niet heel de band meenemen en zo. Dus ik dacht, oké, ik ga iets speciaals doen. Ik heb 2 nummers van mij geherarrangeerd op een barrel organ. Dat is een soort, mensen gaan dat wel kennen van... langs straat. Iemand er staat. Meestal is dat een treurig figuur. met zo'n bakje met geld. Ja, en dan draai je eraan. En dat werkt zo met pancartes, waar je dan je nummers moet programmeren. Wauw. En ik heb dus 2 nummers van mij zo daarvoor gearrangeerd. En die ga ik dus vanavond, 2 nummers van mijn nieuwe plaat brengen. Met zo'n orgel. Wat dat een hele uitdaging is. Je zult wel zien voor de rest. Ik kan niet te veel verklappen. Je nieuwe album komt eraan, Haha Heartbreak. Ja. Wanneer was het moment dat je dacht, ik kan hier wel een beetje om lachen, om die break-up die je gehad hebt? Ja, dat heeft toch wel heel lang geduurd. Ja. Maar misschien tegen dat ik de titel moest kiezen, dat ik er al mee kon lachen. Ja. Het is voor mij staat ik meer voor de haha. Is zo, weet je, is het op die... super high van de relatie of zo. En opeens op de ene dag of de andere is dat weg of zo. En is het zo, ja, heerlijk dat je bitter zoet. Allee, zo al dan die, het contrast daartussen of zo. Was meer. En wat ik ook vond is, ik had zo heel mijn liefdesverdriet dan in een product getransformeerd. Want dat is toch een plaat met refreintjes en catchy melodieën. Ik wou dat de titel dat representeerde. Dat zo de titel op zich ook liefdesverdriet
Made Catchy. En Haha Heartbreak vond ik zo. Voilà, denk mooi. Ik dat. Hoek, ja. Gewoon dat de titel op zich is, ik al een hoek. De break-up heeft natuurlijk ook alles te maken met Warhouse 1.0 eigenlijk. Met Sylvie was ooit de muze, was de stem, de vrouwenstem op je albums. Ja. Heeft zij deze plaat al gehoord? Ja, ja, ja. Ze heeft erop meegezongen. Allee, het is niet... Het is, ik had zoiets van, het is een break-up plaat. Het is voor de eerste keer in mijn leven dat ik zonder... ik ging altijd van lief naar lief. Ja. In mijn volwassen leven. En dat was de eerste keer dat ik echt alleen viel. Dat ik zo moest zien mijn eigen boontjes te doppen. En eigenlijk een beetje man te worden. In plaats van zo die verlengde puberteit. Ja. Dat wij artiesten toch ons zo graag inwentelen. En ik had zoiets van, ja, allee, heel de plaat drukt zo dat verlangen naar die vrouwelijke energie dat ik zo hard miste in het begin. Want dat was echt een groeipijn. Uit of zo. Dus ik vond dan ook dat ik heel die plaat toch moest alleen doen. Alleen dat zo'n persoonlijk verhaal was van een man die moet leren. Ja, eigenlijk zijn. Ik heb geleerd dat zo de muze, heel het idee van de muze, dat ik de muze in mezelf moet zoeken of zo. En dat ik die niet mag projecteren op de vrouwen rondom mij. Want dat is echt toch maar. Komt toch maar miserie van. Toch een beetje treurig, ja. Kun je inmiddels een beetje koken? Wat is jouw beste gerecht? Ik kan echt absoluut niet koken. Dat moet dan nog een keer lukken. Maar dat is ook... Sylvie kookt niet van mij. Ik maak je geen illusies. Dat is absoluut nooit gebeurd. Dus dan is er nooit lekker gegeten? Nee, we gingen lekker op restaurant en zo. Wat is dan het beste backstage, restaurant? Backstage food, hè. Dat is niet altijd best, toch? Niet altijd even best. Nee, maar voor het in Nederland... Oh, waar was dat nu weer? Maastricht is voor het superlekker. Ik denk de muziekgieterij. Ja. Ja, dat heb ik ook vorig jaar. Vorig jaar hebben we elkaar ook gezien tijdens Bruis, volgens mij. Ja, toen mochten er maar 750 man naar het festival komen. Ja, klopt. Wat rare tijd. Ja. Ik zou zeggen, ga lekker naar de studio hiernaast. Dan horen we zo meteen hoe het live klinkt. Ik ben blij dat je er bent. Maarten van Warhouse. Alright. There's a God, there is one of love. Many others in the sky above. If there's a God dying for your sins, that there's another stepping in. No matter what I turn to, it's failing me. If there's a God for your inner peace, the god of lust has him on a leash. The one who tripped in the fell from grace. The one who's renting out the place. No matter what I turn to, it's fading me. No matter what I turn to, it's fading me. Oh, desire, go easy on me. Oh, desire, oh, desire, go easy on me. Oh, desire. There's a God who cannot disclose what the one of your children knows. There's a God in the machinery. There's one sleeping with the enemy. There's a God for your shopping list. There's one hidden from the communist. There's a God that we wanna praise for spiking the drinks of the human race. No matter what I turn to, it's failing me. No matter what I turn to, it's failing me. Oh, oh, oh. Desire, mm-hmm. Oh, oh, oh.
yeah. Whoa, whoa, whoa. Go easy on me. Whoa, whoa, whoa. Desire. To touch and touch your beauty, and now you're a song from an open window to me. Girl, it's in the future we belong. I know it's in the future we belong. I'm not saying that I can't live without you, but I'm a long way from figuring out how to. Girl, it's in the future we belong. I know it's in the future we belong. Kinds of water, while you run into the arms of others. Babe, it's in the future we belong. I know it's in the future we belong. How you're projecting the movie which you're starring. Are people bore me, but you're something different, darling. Now all that I can think of, now you're gone. Babe, it's in the future we belong. For now, until I move on.